En dan is het toch prachtig en indrukwekkend ook. En vaak ook raakt het je emotie als je dan ziet dat er juist als iemand bijvoorbeeld nog een muziekinstrument heeft gespeeld, dat daar nog iets van blijft. Hoe brengt muziek het verleden dichterbij? De Universiteit van Nederland presenteert neuropsycholoog professor Dr. Erik Scherder. Dank u zeer, dames en heren. Wat leuk dat u er allemaal bent vanavond. Heeft u er zin in vanavond, dames en heren? Ja! Geweldig. Ik ook. Dat is, komt heel goed uit. Vanavond hebben we een bijzonder college. Een bijzonder college omdat het gaat over de ziekte van Alzheimer. En we hebben ook meneer Zoelaert en de familie Zoelaert hier. Dat wat heel bijzonder is. Daar zullen we straks uiteraard u meer over informeren. Meneer Zoelaert leidt aan de ziekte van Alzheimer. En voordat we dat doen, wil ik iets laten zien. En we hebben dat natuurlijk ook gedaan in goed overleg met de familie. Ook dat we het brein even mogen laten zien van iemand die over, dit is de helft, die, van iemand die overleden is aan de ziekte van Alzheimer. Dat hebben we ook met hen overlegd. Ze vonden het oké. Ik kan er dus niet zoveel van laten zien, behalve dat u misschien op een afstand wel kunt zien dat het vrij klein is. Deze ene helft. En misschien kunt u het ook zien, maar anders kan het straks is het beter te zien natuurlijk. Dat er sprake is van een verschrompeling. En je ziet eigenlijk dat die diepe groeven in het brein, kunt u het een klein beetje zien? Er zijn diepe groeven in het brein. Met name ook hier aan de frontale zijde kun je het heel erg goed zien. En diepe groeven die geven eigenlijk aan dat er sprake is van atrofie. En atrofie betekent een zeg maar kleiner worden van het brein, een verschrompeling. Die neuronen, die zenuwcellen, zijn kleiner geworden. Er is natuurlijk ook celdood. Er zijn ook neuronen niet meer aanwezig. Maar als dat het alleen zou zijn, ja, dan heb je eigenlijk als onderzoeker die geïnteresseerd is in, kan ik iets doen aan de gevolgen van de ziekte, kun je eigenlijk natuurlijk niks meer doen. Als alles gewoon, zeg maar, er niet meer is. Maar als de stofwisseling nog een klein beetje aanwezig is, als er sprake is van atrofie, van een wat kleiner wordend brein, van neuronen die wat kleiner worden, zenuwcellen, dan kun je dus kijken of je nog iets kunt doen aan de gevolgen daarvan. En dus niet aan het idee, dat moet u zeker niet hebben, van oké, dus je kan misschien de ziekte wel genezen nu of zo. Nee, dan zou ik echt voor idioot staan hier. Het gaat hier echt om te kijken of je iets kunt doen aan de gevolgen. En ja, dat ook in het kader van bijvoorbeeld muziek, van bewegen. En dan zou je kunnen afvragen, kan dat dan nog als je zo ziet dat het brein kleiner wordt, dat er zoveel atrofie is in het brein. Wat voor mogelijkheden zijn er dan nog? Nou, als ik zet het even hier zo neer. Als je kijkt naar het brein zelf, dan zie je dat in bepaalde gebieden, met name die gebieden die diep in het brein liggen, gebieden die eigenlijk van oorsprong, zeg maar onze motoriek bepalen in de opgroei, dat zijn de oudste gebieden, die liggen een beetje diep in het brein. Die gebieden zijn heel erg belangrijk voor niet alleen die motoriek, maar ook voor dingen als, zoals wij dat noemen, impliciet leren. En daar bedoel ik mee, je noemt het ook wel eens procedureel leren of procedureel geheugen. En daar bedoel ik mee, dat is een onbewuste vorm van leren, een onbewuste vorm van onthouden eigenlijk. Of van doorgeleerd en doorgeleerd. En dat zie je, dat komt vaak in dat brein op plaatsen te zitten, wordt daar zeg maar weggezet. Waar het minder kwetsbaar is, dat is natuurlijk wel weer schitterend, minder kwetsbaar voor ernstige ziekten zoals de ziekte van Alzheimer. Als ik u nu daarop wijs, maar als ik het u niet had gevraagd en de afloop zou ik u hebben gevraagd of thuis hart, scherder en strottes om, dan zou u gedacht hebben, ja, nou nu weet u het, maar hè, als ik het u niet gevraagd had, impliciet denkt u, ja, die man had de strottes om. Impliciet is lopen. Procedureel leren is dat we nog lopen. He, mensen kunnen nog heel lang wel doorlopen en doen dat eigenlijk op een soort procedureel geheugen. Dat ziet u ook in de muziek terug, ook bij mensen met een dementie. Dat is al heel erg bekend natuurlijk, dat u weet van we spelen juist die nummers of die liederen uit de vroege jaren. Omdat dat deel van het geheugen nog aanwezig is en dan spreek je aan op een deel van het brein wat er nog is. En dat is prettig omdat dat jeugdherinneringen zijn en hoop je in ieder geval dat dat prettige herinneringen zijn.
wel weer wat meer bijzonder vind ik, is dat het ook geldt voor muziek spelen bijvoorbeeld. He, als je door en door gespeeld hebt, dat je hebt je hele leven lang een instrument bespeeld, dan zit dat dus, dan is dat zo en zo doorgeleerd dat juist die oude gebieden in dat brein, diep in dat brein, hebben dat goed opgeslagen en bewaard als het ware. En dan komt die ziekte erin. Nou, u ziet bij de ziekte van Alzheimer, ik hoop dat u dat zo mee kan zien, maar dat is dus een totaal getroffen brein. Zowel de schors, de buitenkant, als de binnenkant, ernstig aangedaan. En dan is het toch prachtig en indrukwekkend ook. En vaak ook raakt het je emotie als je dan ziet dat er juist als iemand bijvoorbeeld nog een muziekinstrument heeft bespeeld, dat daar nog iets van blijft hangen. In meer of mindere mate overigens. En dan wil je natuurlijk graag een beroep op doen. Omdat dat misschien nog weer een goed gevoel geeft in dat oude structuur. Ben ik een beetje helder, dames en heren? In dat verhaal. He, dus niet alleen dat u denkt van ja, het zijn altijd die oude liedjes van net na de Tweede Wereldoorlog. Als je nu naar de generatie kijkt, dan spreekt die mensen op aan. Maar ook juist het feit dat u realiseert dat een deel van dat brein zeg maar nog bewaart aan alle kanten wat er nog is. Om dan toch nog dat goede gevoel te houden enigszins. En nou, dat vinden wij enorm waardevol. En dat is ook het waardevolle en het, ja, ook wel een beetje het spannende van vanavond met de komst van de familie Soelaert. Ik wilde dat eigenlijk als intro met u doen. En dan vind ik het echt heel bijzonder om de familie Soelaert uit te nodigen. Oké, nou, familie Soelaert, heel erg welkom hier in deze zaal. Wat geweldig dat u er allemaal bent. Zeer, zeer welkom. En misschien namens hier eerst maar een ovationeel applaus voor de familie. Nou, ik vind het echt heel erg bijzonder dat u er bent. En een beetje toch al laat op de avond. En even eerst aan u vragen, hoe gaat het met u? Behoorlijk. Ik kan wel hier en daar wat doen. En met veel mensen, zo. Maar jij hebt gezegd dat dat mag niet. Nee. Je mag nooit wat dat hoor. Hoe vindt u het als u hier al die mensen zo voor u ziet? Zien? Als u, een volle zaal, hè? Oh, ja. Ja, dat is wonderlijk. Je zit niet in de hemel. Maar zeggen ze weer, zegt men dan. Ik zeg, nee, het is hem. En dan, wat moet je daar dan mee? Nee, ik ken hem eigenlijk niet nog helemaal niet zo goed. En van, hoe wil je dit? Even er tussendoor door. Ja. Hoi. Oké, goed. Ik keer even om. Goed, ga even met uw vrouw praten. Eén momentje. Ja. Dag mevrouw Soelaert. Ja. Uw man krijgt de diagnose. Het was natuurlijk al wat langer aan de gang. Mm-hmm. Maar u krijgt uiteindelijk ook die diagnose, zeg maar. Hè? Want u bent uw man, zeg maar. Hoe heeft u dat ervaren? In het begin... Ja, toen zeiden we hoorden de diagnose en we zijn eigenlijk, het was een prachtige dag. We zijn naar het terras gegaan, we zijn een broodje gaan eten en wat gaan drinken en we zeiden nou, we maken er het beste van. En voor de rest zien we wel. Want elke dementerende is ook anders. Je weet nooit precies hoe het zich ontwikkelt. En dat wist ik wel, want mijn moeder heeft het dus ook gehad. Dus ik was al een beetje op de hoogte. Ja. Ik ga nog even terug naar uw man, als u het goed zegt. Ja. U woont nu niet meer thuis, maar in een huis. Hoe bevalt het u daar? Goed. Speelt u daar in uw huis nog wel eens iets met... Doet u wat met muziek, met uw mondharmonica? Ja. Niet zoveel hoor, maar ik doe het graag. En het gekke is, de mensen die dat oud zijn, die zie ik niet meer. En dat vind ik van, ja mama, ja. Mark, is het een idee om eens te kijken of wat pa nog op de mondharmonica kan spelen?
en dan samen met jou. Het zou helemaal prachtig zijn. Ja. Met z'n tweeën. Met z'n tweeën, oké. Okay. Ja. Goed. Ja. Misschien eerst een warm-up. Applaus, dames en heren, is natuurlijk ook heel leuk. Nou, we zijn heel benieuwd. Soms, als hij zin heeft, neemt hij een hapje van je brein. Je voelt het niet, nee, het doet geen pijn. Hij neemt je ochtendblad, je woordenschat, je veegt je gat. Maar hoe doe je dat? En dat was weer een hapje van je brein. En vindt het fijn. Oh. Het doet geen pijn. Hey, Waar de bonnen van zijn. Hele gekke simpel dingen zie je. Oh, let me deze verdienen. Come on. Hij blijft zitten waar hij zit. Hij hoort erbij. Oh.